Dag dames en heren, goedemorgen. Misschien is het buiten wel mistig als u de weg op gaat. En die mist die kan behoorlijk verkeersbelemmerend zijn. En fris hoor, want als je op de fiets of lopend naar werk of school gaat, moet je misschien toch even de handschoenen weer uit de kast gaan vissen. Het blijft behoorlijk mistig en grijs vanochtend. Maar in de loop van de ochtend en ook vanmiddag, dan breekt hier en daar toch even het zonnetje door. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Maar als er een bui valt, is dat met name hier in het westen-noordwesten van ons land. De temperaturen gaan vanmiddag omhoog naar 11 tot 13 graden. Dat zijn temperaturen rond of iets boven normaal. En we hebben te maken met een zwakke tot matige zuidelijke wind. Zaterdag, dan gaat die zuidelijke wind wat terug. Toenemen. Windkracht 4 voert zachte lucht aan. De nacht is ook zacht, 14 graden overdag. Wel hebben we met vrij veel bewolking te maken. En later op de dag, in de loop van de middag en avond, gaat het vanuit de westen een klein beetje regenen. Meer regen valt er in nacht naar zondag en zondagochtend. Dat trekt dan weg naar het oosten. Daarna draait de wind naar het noordwesten. De frisse hoek, het wordt 10 graden, maar de zon komt tevoorschijn. En in de loop van de middag krijgen we ook met buien vanaf de Noordzee te maken. Nou, na het Weekend wordt het wel droog. Maandag dinsdag prachtig weer. Eindelijk weer wat zon daarbij. Overdag blijft het fris en de nachten worden behoorlijk koud. Dit zijn de temperaturen op het hoogte. Aan de grond gaat het op heel veel plaatsen licht vriezen.